Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek in mijn eigen ziekenhuis, doen we maximaal aan het aantal het opleiden van IC-verpleegkundigen. Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van het aanbod. Hè? Dus het aantal verpleegkundigen wat van de verpleegafdeling de IC-opleiding wil doen. En door het personeelstekort door heel de zorgketen is, hebben we te weinig aanwas nog. Ja, je moet je voorstellen, als je een verpleegkundige van de verpleegafdeling de IC-opleiding zou laten doen, dan trek je op een ander punt weer een gat. Die opleiding is zeer intensief. Zeker de vakinhoudelijke kennis, hè, dus de kennis over de anatomie, fysiologie, pathologie van de patiënt, is zeer uitgebreid. Maar ook de problematiek is heel complex en heel breed. Dus je moet van alles iets weten en ook best veel. Fysiek is het heel zwaar in de zin van het is veel het verplaatsen van de patiënten, het geven van wisselligging, de patiënten uit bed halen. Het is verantwoordelijk, het verantwoordelijkheidsgevoel is heel zwaar, hè, want op de IC gaat het soms over leven en dood. En ligt het leven soms wel in jouw handen. Tegelijkertijd kun je patiënten tegenkomen van jouw eigen leeftijdscategorie of iemand waarvan je denkt van hé, dat is een vergelijking met partner, ouder. Dus dat vraagt mentaal, vraagt dat behoorlijk wat, ja. Ik werk zelf in een traumacentrum en wij hebben geregeld motocrossers die vallen, die ernstig letsel hebben en mijn broertje crost. En dan denk ik toch altijd, oh jongen, pas toch op, want een ongeluk is zo gebeurd, ja.